bescherming van vleermoezen in Friesland wat beter. Daarom zie ik je trouw de ziekes van Hallarenstein. De situatie van vleermoezen in Frieske Tjerken. En dat is een hele put. Er worden rond 1200 Tjerken onderzocht. Op een dag stond er 6 Tjerken op het programma. En ik bij deze Tjerken is het spannend. Zitten ze de bol of zitten ze er net? De data die het samelen wordt, zoals in deze Tjerken bij Haske Dieken, is bedoeld voor de zoogdierenvereniging. Die had alweer advies aan de Tjerken. Als je de kerk zo aanpast of daar rekening mee houdt, dan blijft hij of wordt hij geschikt voor vleermuizen wat ten behoeve komt voor de bescherming van deze dieren. En als er een kerk gerenoveerd moet worden, dan moet je weten of er vleermuizen zitten. Dan kunnen ze dat niet zomaar doen, dat renoveren, moeten ze daar rekening mee houden. Nonnenziekers beginnen maar het tal vleermuizen dat ze op een zelden van het kerk vinden. En daarmee kunnen ze kijken wat de landelijke verspreiding is van bepaalde soorten. Ze kunnen het ook de aantallen doorberekenen in de trends om te kijken hoe het landelijk met de vleermuizen gaat. Kun je al niet in één groot oor? Dat is de 12e kerk waar we groot oor hebben. Ja. Mooi. Tot nu toe hebben we 12 kerken, inclusief deze waar we nu zijn, waar we dus groot oor vleermuizen hebben aangetroffen en 2 kerken met meer vleermuizen. Net alleen nog het tal vleermuizen is wichtig. Ik noteerde ze de temperatuur en of er een bestrijdingsmiddeltje en houtwerm in het hout zit. Vroeger werd er veel DDT gebruikt, waardoor dat voor vleermuizen een schadelijke gevolg heeft gehad. En nu willen ze kijken of het misschien een samenhang heeft met de aanwezigheid van vleermuizen. In welke mate die bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. Ik verzamel ook poep. En dan kunnen ze in een later stadium kunnen ze daar DNA-analyses mee doen. We hebben eerst tot eind augustus veldwerk. En dan gaat de analyse beginnen. En dan zijn we zeker een maand mee bezig voordat we echt het rapport klaar hebben en een presentatie kunnen geven. Dus dat is ergens begin oktober, als het goed is.